eigenlijk denk ik dat ik een heel lang gedeelte van mijn leven dacht dat ik actrice zou worden. Komt denk ik gewoon omdat als je als kind iets met toneel doet, dat je dan speelt. Het duurde wel eventjes voordat ik erachter kwam dat dit heel goed bij me paste. Er komen zelfs een heleboel eigenschappen in samen waarvan ik nooit wist dat die in een bepaalde combinatie dan een beroep zouden vormen. Ik ben nu in mijn eerste repetitieweek bij NT Jong. En daar maak ik een 10-plus voorstelling. Heidi, Pippi, Sissy, Ronnie, Barbie. I have so much homework to do. Die gaat over rolmodellen, over hoe je je eigenlijk aan de hand van voorbeelden bedenkt wie je zelf wil zijn. En het gaat ook heel erg over de online wereld versus de offline wereld. Huh? Kan je me zien? Yo, 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 ja zeker. En we baseren ons op zowel klassiekere iconen zoals een Pippi Langkous of een Heidi uit de Bergen. Maar we kijken ook naar mensen van nu die heel erg bekend zijn geworden via internet, zoals Ronnie Flex of Famke Louise. Wij gingen toch een collab doen, jij en ik? Een collapse. Collab? Ja. Van collaboration. Deze voorstelling is heel erg exemplarisch van wat ik doe. Omdat het zo erg gaat over hoe je probeert je eigen leven te vormen en daar uiting aan te geven in het openbaar. En dat het ook wel een pleidooi gaat zijn, misschien nog wel veel sterker dan al mijn andere voorstellingen, om ook uit de hokjes te breken en te laten zien dat iedereen mag zijn wie die wil zijn. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik heb wat afspraken staan. Waaronder ook een lunch met Rob. Ik hou erg van menselijk gedrag en om uit te puzzelen hoe dat zit. Ik ben wel heel erg gefascineerd door hoe mensen zich gedragen in het openbaar. En internet is natuurlijk een ongelooflijk grote plek waar je dat de hele tijd kunt bestuderen. Ik denk dat ik daar wel het grootste gedeelte van mijn inspiratie vandaan haal. Maar er zijn wel ook andere plekken waar je dat kan doen. Bijvoorbeeld optochten vind ik heel fascinerend. Daar heb ik ook een voorstelling afgemaakt. Dat was eigenlijk een hele lange optocht aan menselijke pogingen om zichzelf te laten zien. Maar dan op een best wel kwetsbare manier. En ik vond de optocht wel een heel mooi symbool voor mensen die dan heel veel werk hebben gestoken in hun wagen. En dan voor dat eenmalige moment willen dat dat zo goed mogelijk naar voren komt. En dat het dus belangrijk is dat daar naar gekeken wordt. Ik vind jou bijvoorbeeld met Neil Klein altijd best wel cool. Ik zou het heel erg fijn vinden als ik iets kan maken waardoor mensen denken, oh, misschien moet ik mijn oordeel af en toe een beetje voor me uitschrijven of gewoon helemaal niet vellen. Misschien moet ik wat meer kijken of bevragen waarom iemand nou precies doet wat hij doet. En misschien lijk ik wel veel meer op diegene dan ik in eerste instantie dacht. Ja, en ik vond het eigenlijk ook wel heel mooi wat je zei over dat je hier een stukje van jezelf kan laten zien en dat jij dus bepaalt welk stukje dat is, maar dat het de ander eigenlijk ook meer vrijheid oplevert. Ja, ja, ja. Alleen maar dat stukje. Voor mij betekent het winnen van de Charlotte Keulerprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds dat de hele ontwikkeling eigenlijk die ik maak als regisseur is gezien. En ik zie het als een aanmoediging om nog heel veel te maken en daar steeds beter in te worden.